We zijn in gesprek met zuster Marie-Lies. Want vandaag gaat het evangelie over gebed. En uw zuster bent een zuster waarbij het gebed ongetwijfeld een grote rol speelt in uw leven. Als ik zo vragen mag, wat bidt u zoal op een dag? Ja, gebed is eigenlijk, zoals het woord het al zegt, het is eigenlijk dat je in gebed bent in de alomwezende aanwezigheid, de liefdevolle aanwezigheid van God. Overal en altijd, maar dat uitzicht natuurlijk ook met bepaalde momenten. Dus de dagelijkse eucharistieviering, de vespers die we samen bidden, het stille gebed, het persoonlijke gebed, de meditatie en ook af en toe het Onze Vader en het Wees Gegroet. Het zijn eigenlijk allemaal verschillende invullingen van een gebed. Bij bidden denken we heel vaak, ja goed, je vraagt wat aan ons lieve Heer en dat zullen we ongetwijfeld ook doen. Maar heb je nu de indruk dat God uw vragen ook altijd beantwoordt? Want u zult ongetwijfeld intenties van mensen krijgen van bid, wilde bidden voor mijn zoon of wilde bidden voor mijn man die in het ziekenhuis is enzovoort. Nou, u neemt dat heel braaf mee in gebed. Worden uw gebeden verhoord? Heb u zo'n hotline dat uw gebeden worden verhoord, waar die van de gewone mensen vaak niet verhoord lijken te worden? Nou, ik heb natuurlijk niet een kort lijntje. Ik heb hetzelfde lijntje als iedereen. Ik denk dat gebed is eigenlijk dat we van ons leven een gebed maken en van het gebed ons leven. En daarin ook de gebedsintenties van iedereen meenemen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat ja, God verhoort eigenlijk altijd, maar misschien niet op de manier waarop wij het zelf zouden willen of waarop zij het zouden wensen. Maar hij wil wel het beste voor ons. Nu zegt het evangelie vandaag, beter gezegd Jezus in het evangelie, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, het mogen zijn wat het wil, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Nou, u bent regelmatig natuurlijk alleen, ik kan me voorstellen, bepaalde gebeden, ook samen met anderen. Heb je ook momenten dat u inderdaad met twee of drie bijeen bent in gebed? Ja, we komen bijvoorbeeld hier in deze ruimte, komen we één keer in de drie weken met een bezinningsgroepje bij elkaar. En dan beginnen we altijd met het aansteken van deze kaars. En dan kan iedereen eigenlijk benoemen en noemen waar die dag of op dat moment voor wil bidden. En we sluiten die bijeenkomst ook af met gebed. En dan zijn er altijd ook wel dingen die wij samen in gebed bij God brengen en die wij van elkaar in gebed meedragen. Eigenlijk doet u heel letterlijk wat in het evangelie staat. Twee of drie, misschien zelfs meer. Eensgezind in het gebed, iets vragen. Ik kan me voorstellen dat die vragen heel concreet vaak zijn van mensen. Als een ziekte, slagen van een examen, noem maar op. Toch zullen wij mensen heel vaak meemaken. Ja, maar al dat wat ik vraag, dat geeft God niet. Jezus zegt nog iets aan dat die zin en die belofte toegevoegd. Hij zegt, want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Kunt u ons uitleggen wat hij daarmee bedoelt? Dat we verenigd moeten zijn in zijn naam. Ja, dus eigenlijk wil dat zeggen dat we dus altijd in zijn naam moeten bidden, in de naam van Jezus, maar ook in de Heilige Geest. En hij belooft dan ook dat hij ons altijd het goede zal geven. En het eerste goede wat hij ons wil geven, dat is eigenlijk de Heilige Geest. En die Heilige Geest die weet wat wij nodig hebben. Dus hij geeft ons in die zin, ja, zoals wij dat ook bidden, dat Onze Vader, dat zijn wil mogen geschieden. Dus u plaatst uw wil eigenlijk achter die van Jezus. U zegt van wij willen wel dit en dat, maar geef het ons als het ook uw wil is. Ja, in zijn naam, zoals zijn wil mogen geschieden. Dan is het gebed dus niet een soort toverstokje waarmee je vraagt van God, ik had graag, ik zou graag een rode Ferrari graag hebben, maar ik kan bidden wat ik wil, ik krijg geen rode Ferrari. Maar wat wil God ons uiteindelijk geven? Wat is zijn uiteindelijke invulling van de belofte dat hij ons zal geven, alles wat wij nodig hebben? Ja, hij wil ons eigenlijk zichzelf geven, dat wij met hem één mogen zijn en hij wil ons het eeuwige leven geven. Dus dat wij bij hem zijn. Ja. Het is een beetje als kinderen die aan papa en mama van alles kunnen vragen, maar misschien niet alles direct krijgen wat ze willen hebben, maar het belangrijkste al hebben gekregen. Ja. Dat ze bij vader en moeder mogen zijn. Ja, we mogen nu al bij hem zijn. Is dat ook wat u zelf in het gebed ervaart als de diepste vervulling daarvan?
ja, de diepste vervulling van het gebed is in zijn aanwezigheid zijn. Goed. Wij wensen u dat van harte toe en ook alle anderen. Ja, dank u wel.